aflevering van Sam Fishing. Vandaag een lekker dagje karperen met statische hengel op een boilie, 15 mm going nuts. En ik begin nu met de penhengel met wat mais. En straks schakel ik gewoon over op nog op de feederhengel als dit niks oplevert. Hey, vind je het een leuk filmpje? Geef even een duimpje en vergeet niet te abonneren. Kost immers niks. En zodra we vis hebben, dan laten we je dat zien. Alvast bedankt voor het kijken. Op de pen en platte. Eerste vis hier op de kant en helaas een platte, vol met pijpukkels nog, mannetje, maar goede 52 centimeter. Nou, blijft een leuke bijvangst op de pen, helaas geen karper, maar we gaan nu overschakelen naar een feeder, met dat feeder, met wat mais en pellets. En op te kijken of we daar karper op kunnen vangen. Zodra we wat hebben, laten we het zien. En deze rakker gaat weer zwemmen. Tot de volgende. Bruisen. Ah. Een grote. Nou, weer een beste lap van een brazem. Deze is in ieder geval zo te zien afgepaaid. Dus karpers laten tot ze ver af weten. Maar ja, het is tweede visie. Of tweede brazem, derde visie. Dus vis op de kant. Hey, altijd happy. Mooi exemplaar, dus we laten hem weer gauw zwemmen. Op voor de volgende. Nou, in ieder geval, we zijn hem kwijt. Maar ja, we vissen gelukkig met een loodvrij veilig vissysteem. Dus die is hier, een stuk lood raakt hij wel kwijt. Iets scherps. De lijn is helemaal gerafeld. Dus, en dat voor nylon, helaas. Goed, ik neem de afsluiter alvast op. Hengels liggen er nog wel in.
Maar die ga ik zo opruimen. Visdagje gehad. Twee brasems. Nou, die hebben jullie gezien. Ruisvoren op de mais. Ja, het zal er maar tussendoor komen. En helaas één karper verspeeld door lijnbreuk. Wel balen. Daar ben ik echt balen als een stekker van op dit moment. Maar ja, dat bezinkt wel weer. Als het goed is, ga ik donderdag heb ik in de planning om nog een sessie te gaan vissen. Hoop dat we dan wat beter vangen. Als we dat natuurlijk doen, dan laten we jullie dat zien. Vond je het leuk? Geef nog even een duimpje. En vergeet niet te abonneren op de knop hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later!